video voor jullie. Vandaag heb ik nog eens een Q&A, maar niet zomaar een Q&A, namelijk een back to school Q&A. En het is eigenlijk heel erg, maar binnen anderhalve week is het alweer school en ja, weet je, je kunt er niks aan doen. Het is zo, dus we kunnen het gewoon ondergaan. We kunnen er ook over zagen. We gaan het gewoon allebei doen. We gaan het ondergaan en we gaan het ook gewoon over zagen. Maar zo, een back to school Q&A dus. Ik heb jullie gisteren gevraagd op Instagram om allemaal vragen te stellen die dus te maken hebben met school, back to school, gewoon iets dat met school te maken heeft. En ik ga deze vandaag beantwoorden. Doe deze video alvast een duimpje omhoog en vergeet ook zeker niet te abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's. Want binnenkort komen er nog back to school video's. Dus ik zou het leuk vinden als je dat even doet. En laten we nu maar heel snel beginnen met de vragen. Ik moet toegeven, ik heb echt een paar superleuke vragen gekregen. Dus daar ben ik echt blij mee. We beginnen met de eerste. De eerste vraag is, naar het hoeveelste ga je? Ik ga nu naar het zesde middelbaar. Het is het laatste middelbaar. En dan, ja, eigenlijk dit schooljaar ga ik afstuderen. Normaal gezien, maar ja. En eigenlijk heb ik daar wel... ja, een beetje zin in, omdat dat is het laatste jaar van mijn middelbaar en dat is echt crazy. Dus ja, ik ga naar het zesde middelbaar. Weet je al wat je gaat verder studeren? Ja, een soort van een beetje. Ik zit wel al in een bepaalde richting, maar wat specifiek, dat weet ik nog niet helemaal. Ik wil namelijk heel graag iets gaan doen in de verpleegkunde. Nu ben ik nog niet helemaal zeker over waar in de verpleegkunde. Ik heb heel lang vroedvrouw gezegd. Dus dan heb je bij bevallingen en zo. Maar nu lijkt mij kinderverpleegster of zo, verpleegster bij de neonatologie. Neonatologie wil zeggen prematuurtjes. Dus op de afdeling waar de prematuurtjes zijn, daar verplegingen zou ik ook heel erg leuk vinden. Dus zoiets in die richting. Maar dan moet ik deze schooljaar nog heel over nadenken. En dan... beslissen. Wat vind je het leukste en het stomste vak op school? Sociale wetenschappen vind ik echt een superleuk vak. Daarin leren wij van alles over de mens, de ontwikkeling van de mens. Het is een beetje psychologie-achtig, maar ja, toch nog wel wat anders. En dat vind ik eigenlijk echt een superleuk vak. Dat heb ik ook 5 uur in de week, dus ja, dat vind ik echt heel leuk. En het stomste vak... dat is moeilijk. Ik vind meerdere vakken... Ik heb niet echt één vak dat ik echt keihard haat. Maar er zijn gewoon een paar vakken dat ik... als die er niet zouden zijn, zou ik dat niet erg vinden. Zoals geschiedenis, aardrijkskunde, Frans. Allee, zo van die vakken. Dat hoeft er ook niet per se te zijn. Maar het is niet dat ik zeg, hey, die vind ik echt super stom. Vond je het moeilijk om van school te veranderen en hoe ben je daarmee omgegaan? Ja, nee, ik vond het niet echt moeilijk om van school te veranderen. Ik zal het gewoon even kort uitleggen. Toen ik vorig jaar naar het vijfde middelbaar ging, ben ik van school veranderd. En dat komt omdat, ten eerste, ik ben 2 jaar geleden verhuisd. En dan ben ik het eerste jaar dat ik hier woonde nog naar mijn oude school gegaan. En dat was elke dag, ja, 20 minuten rijden met de auto, iets langer soms. Allee, ging er maar af van het verkeer. En ik ben daar dan in waar ik vroeger woonde, eigenlijk altijd naar school gegaan. Ik heb daar ook wel op een paar verschillende scholen gezeten, maar dat komt omdat wij... dat moest gewoon. De eerste graad had een school, de tweede graad had een school, zo. Dus ik ben wel een paar keer van school veranderd, maar ik had dus een derde en het vierde... heb ik dus op die school gezeten. En toen ik naar het vijfde ging, merkte ik plots dat mijn busuren veranderden. Dus dat was eigenlijk al een reden om aan school... al de beginnende reden om aan school te veranderen. Omdat, ja, die busuren waren niet te doen. Ik moest veel te vroeg opstaan dan. En dat ging gewoon niet. Ik had ook nooit echt... een klas van waar ik kon zeggen, wauw, die ga ik echt keihard missen. Daar wil ik echt niet van weggaan. Zo'n klas had ik helemaal niet. En ik had ook nooit echt het gevoel dat ik er helemaal bij hoorde. En ik ging eigenlijk nooit met plezier naar school. Dus dan, omdat die busuren veranderden, had ik ook meteen echt dan de doorzettende redenen van, oké, nu kan ik wel van school veranderen. Ik woon dan ergens anders dichterbij, dus waarom doe ik het dan niet gewoon zo? En dan, ja, ik heb gewoon zo gedaan en ik ben echt, wauw, ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb. Want ik heb nu wel echt een superleuke klas en wel echte vriendinnen om. Ik heb een vriendin waar ik altijd mee naar school ga en ik ga ook nu veel liever mee naar school. Dus ja,
echt een super goede keuze. Hoe leer jij en slash tips voor te leren? Daar ga ik binnenkort, eens als school echt druk bezig is, een video over maken. Want dan heb ik echt ook boeken om mijn video's mee te maken en zo. Dan is het iets makkelijker, dus dat zal ik binnenkort eens maken. Welke richting doe je? Ik doe sociaal-technische wetenschappen. Welke schooltas heb je? Wel, die ga ik even pakken. Dit is mijn boekentas. Het is een Bordeaux e-spec met hier een zakje. En hier dan nog een heel groot vak. Zo. Hier. En ja, deze heb ik voor school en nieuw gekocht omdat ik nog zo'n veel te grote boekentas had en dat werkte echt niet. En ik had eindelijk door dat ik een kleinere moest kopen, dus ik gebruik die. Hoe zorg je ervoor dat je tijdens het leren niet op je gsm gaat? Ik ben eigenlijk al van, sinds ik een gsm heb en ik moet ook echt studeren, hebben mijn ouders me eigenlijk een beetje geleerd, zeg maar, om mijn gsm beneden te laten liggen als ik boven ga studeren. En zo ben ik eigenlijk, ja, opgevoed zal ik het nu even noemen, maar zo is dat bij mij altijd gegaan van gsm beneden laten als je gaat studeren. En als ik dan bijvoorbeeld tijdens examens ook beneden leer, dan leg ik die in een andere ruimte. Bijvoorbeeld als ik in de keuken zit, leg ik die in de living. Dus dat is bij mij zo'n beetje aangeleerd om dat gewoon weg te leggen en dat lukt bij mij ook heel erg goed. Dus zo doe ik het. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar bij mij werkt het dus eigenlijk. En tijdens het leren denk ik ook niet van waar ben ik nu aan het missen of zo. Wat moet naast boeken zeker in je boekentas? Eten en drinken. Vooral drinken, want ik heb echt in de klas dikwijls dorst. En dan heb ik echt gewoon nood aan genoeg drinken. Ik ga nu naar het tweede middelbaar in België en ik vind het super spannend. Mijn vraag is, ben je zenuwachtig of nerveus voor de eerste schooldag? Vorig jaar had ik dat wel, omdat ik naar een nieuwe school moest. En dan had ik wel een beetje zenuw van, gaat mijn klas meevallen? Hoe is de school? En daar had ik nou een beetje stress over. En ja, gaan ze mij daar wel... Allee, word ik wel geaccepteerd of zo in die klas? Ja, zo'n beetje. Maar nu dit jaar heb ik een klein beetje bang, omdat ik bang ben dat onze klassen gaan gemixt worden. Omdat er van andere klassen een paar moeten blijven zitten, zo. Zo heb ik wel een beetje bang, maar voor de rest, ja, ik ken nu daar allemaal mensen, dus het zal al bij al wel meevallen, dus ik heb eigenlijk geen stress. Zou je ook eens een What's in My Schoolbag willen doen? Ja, dat zal ik zeker doen als het school terug bezig is. Heb je tips voor het eerste middelbaar? Daarover heb ik vorig jaar een video gemaakt, het linkje zal hier in de i staan. Want daar geef ik dus allemaal tips voor het eerste middelbaar, dus die video moet je zeker eens kijken. Heb je snel vrienden op een nieuwe school? Ik ga nu naar het vijfde middelbaar in een andere school. Nu moet ik met de bus ineens gaan, dus ik vind het best spannend. Nu, ik had wel, ja, hoe is dat gekomen? Ik weet niet hoe. Maar het is belangrijk dat je, dat vind ik toch, als er iemand nieuw in mijn klas zou komen, zou ik het leuk vinden als die ook begint te praten tegen andere mensen, zodat je dat niet altijd zelf moet doen of zo. Dat heb ik ook een beetje gedaan. Ik ben ook wel met mijn andere klasgenoten beginnen praten. En eigenlijk, ja, dat is bij mij toch goed gekomen. En met de bus gaan trouwens, veel succes. Dat is nog wel een dingetje, maar dat zal wel lukken. Vind je het moeilijk om na de vakantie weer terug naar school te gaan? Ja en nee. Zo de eerste dagen zijn altijd leuk. Iedereen terugzien. Zo wat introductie met de leerkrachten. Maar daarna vind ik het eigenlijk niet meer leuk en heb ik gewoon zin in vakantie. Ga je met de fiets of met de bus naar school? En hoe vroeg moet je opstaan voor school? Ik ga met de bus naar school en ik sta om 6:30 op. Ik weet niet goed welke en of ik schriften moet kopen of niet. Ik ga naar het eerste middelbaar. Ik zou gewoon even afwachten en dan aan het eerst en aan je leerkrachten vragen welke schriften je nodig hebt en zo. Dus ik zou dat even afwachten wat ze in school zeggen. Wie maakt die boterhammen 's morgens voor school? Ik maak die helemaal zelf en dat doe ik eigenlijk echt al een paar jaar. Ik weet niet. Mijn ouders die hebben daar ook niet echt tijd voor. Voor mijn kleinste broer doen ze dat natuurlijk wel. Maar ik heb mees, dus mijn andere broer die doen alles zelf. Heb je zin in school? En dat is ook meteen de laatste vraag. Ja en nee. Ik heb wel, ja, dat heb ik daar straks al een beetje beantwoord. Ja en nee, omdat het mijn laatste jaar is. En daar heb ik wel zin in, omdat het gewoon... Het is mijn laatste jaar en dat heeft ook weer zijn nieuwe uitdagingen. Maar ook nee, omdat ik weet dat ik het direct beu ga zijn en terug vakantie wil. Maar snap je, als bij mij het nieuwe schooljaar begint, dan beginnen er ook andere dingen. Mijn hobby's beginnen terug. Dus daar heb ik dan ook weer wel zin in dat het nieuwe schooljaar begint, omdat mijn hobby's dan terug beginnen en zo van die dingen. Dus het is zo'n beetje mixed feelings. Zo, en dat was
laatste dit mijn Back to School Q&A. Ik hoop dat al jullie vragen beantwoord zijn. Moesten er nog een paar vragen zijn, laat ze dan zeker achter in de comments. En dan zal ik ze zeker voor jullie beantwoorden. Laat ook zeker even in de comments achter naar welk middelbaar jij gaat. Of leerjaar kan ook. Laat het even achter, ik zou het leuk vinden om te weten. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe deze zeker een duimpje omhoog als je dat vond. En vergeet ook zeker niet te abonneren. Ik zie jullie heel graag binnenkort weer. En ik wens jullie alvast heel veel succes in het nieuwe schooljaar.